in ieder geval leuk. Kijken. Ik ben net wakker. We gaan naar straks. Ik moet de bus hebben. Ik moet er wat voor pakken over. En ik moet de bus weer. Ik pak de bus weer. Sinds de fuck is koud. Maar ja. Dus wel vreden. Hoe pijn heb ik de bus? Ik was de bus. Maar ik zeg later. Nou, ik ben even stage afgekomen. Ik ren door gas. Maar ik loop even nu richting de bus. Die bus wordt daar naar achter. Kom, die fucking laat. Zoals vanmorgen was het. Oh, ik heb last van mijn. Maar vanmorgen was het fucked up laat. Ik had één bus gemist. Ik lukte mijn bus 20 aan. En dan maar alleen achter stopt daar voor ook voor de startplaats. Maar ja, fuck the shit. Beetje gaan doorlopen als het me godverdomme lukt. Ah, kut. Oh, fuck. Dit is zo'n pijn, hè. Maar ja, we lopen dan naar huis toe. Of lopen. Gaan we de bus naar huis toe. Nou ja, fuck the shit. Plak met de fucking kutbus. En ja, ik ga even fucking rennen. Hopelijk kan ik die wisseling die nog fucking hebben. Want die komt op van zo'n ding. De kut die komt op dit volk. Fuck. Die bus wat uitkomt. Het is pas 10 uur vandaag. Een kut, zouden, fuck. Maar ik ga hem niet met de fiets op dat blijven. Ben. Nou, we zitten in de bus. En ik kom een paar mensen tegen. Wat geluld, net ze. Ze in de bus. Kan niet altijd praten. 3, 4, nee, 5. Ja, ik moet straks ook nog gaan werken. En dat we eerst nog even een half uur scaleren. En daarna nog een uur. Dan ga ik nu de wagen voor. Goed, dat is klaar. Het is een cadeau dat ik niet slaag, want het is gewoon 5 uur weer. Maar dan gaan we stoppen voor iemand. Wat een pen hier aan mijn lip. Ik heb een tandje zien lopen, gebroken, gebeten. Maar ja. Ik moet nu naar het stomp doen. Dat is ook zo met mijn hoofdstuk naar mijn tien. Hopelijk is het tijd. En ze niet. Ik zie nu dat ik nu weg van dit in de bus. Nee, dit zijn zo. Ik heb gewoon fucking gedaan met fucking dingen gaan met de fiets. Dus daar moet maar de bus. Klaar. YOLO. En kijk, vandaag gaan we niet veel doen, alleen werken om 5 uur. Misschien zelfs nog wat voor de laatste tijd, misschien zelfs nog wat voor de laatste tijd. Ja, ik wil je hem even niks zeggen, dus ik zeg later. Ik
bus moet wachten. Hopelijk komt hij. Ik wacht 5 minuten. Anders ben ik weg. Dan ga ik naar huis toe. Anders ga ik even van strand te lopen. Kan ik dat zo nog zien. Maar we gaan dus naar het werk. Met de bus. Dus. Even kijken, volgens mij zeker niet. We zitten ze niet nu. Zo, en kijk eens, die fucked up busje. Ik heb zo fucking gevoel als ik dan toe loop, dat ik die bus misloop. Zo'n gevoel dat heb ik gewoon. Om 20 over is die, heb ik daar meestal de bus. Die bus daar ook, dus moet die zo meteen ook komen. Vanmorgen was er ook al iets later, dus ik denk dat het ook op dat het nu is. Ik kan er nu ook naartoe gaan lopen. En dan zullen we meteen fucking hard gaan rennen. Of ik kan nu teruglopen. Ik heb gewoon een fucking gevoel dat ik die bus ga mislopen zo meteen. Ik ga even in ieder geval rennen. Een beetje rennen zo. En die schat stukken. Ik weet dat. Maar ja, check die lab. En die bus heeft geen stukje vertraging. Ik kom aan op, ik stond 2 minuten op. Hè. De bus heel vertrek. Nu ben je zat al 29 minuten. Ik denk. Gaf, what the fuck. Ik hoop dat die zo meteen komt, anders pak ik in de fucking fiets. Ik weet het toch. Kan ik helemaal terug gaan lopen. Kijk, anders loop ik me toch naar huis toe. Wacht tot hij op de 25 staat. Dan loop ik naar huis toe. Ik pak me gewoon in de fucking fiets. Dus ik hoop gewoon dat hij hier komt. Of moet dat knap gemist, dat kan ook. Net iets te laat was, maar dat denk ik niet, want het stond nog 2 minuten dan namelijk. Dus. Hopelijk komt het busje. Moet je kijken, fucking de pot die weg hier is. Holy fucking shit. Maar even een paar minuten wachten. Dan laat ik jullie wel eens zien als ik in de bus zit. Of als ik naar huis loop. Als ik zeg tot zo. Als het goed is, zie ik niet de bus en zeg ja, ik vind het. Einde fucking met de bus. Ik heb OV hierbij, jongen. OV'tje. Maar OV'tje is meestal een overval. Hij zegt OV-shopkaart. En volgens mij was het wel de bus. Ik weet niet zeker, volgens mij wel. Ja, dat is de bus sowieso. Hij staat er achter stil daar. Kijk, als je hem kan zien. Daar staat de bus. En ik weet niet even wacht op die bus. Hallo mevrouw. Hi. Dus ja. De bus komt zo. De bus komt zo. En gas bus. Bus. En dan fucking lekker de bus. Dus ik kan maar een andere hand pakken. Hoop ik maar wel gaan aanstorken. Hallo. Dankjewel. En dan zijn we dan zijn op de bus aan het wachten. De bus moet waarschijnlijk dus over 10 minuten zoiets. Dat ga ik me even hier wachten. Scheiden aan. Ik moet goed stop hier rond. Maar ik ga ook binnenkort als mijn auto die rijdt gaan. Of ik ga binnenkort ook je moet ook zeggen gewoon vaste dagen en tijden van het spel
is dat voor het staat. Bij spreken GTA gewoon online kutte, hè. Om op dinsdag tussen 3 en 4 uur. Mensen, ik spreek jullie zo meteen als ik weer thuis ben, want mijn batterij is leeg. Nou, we zijn klaar met leren al een tijdje. Ik heb een video geüpload op YouTube. En ik heb een half jaar pas rijles. Dus. En mijn camera die was leeg, die was toen bij de bus al stond. Dus nu even wat voor lullen. Dus meteen een paar minuten voor lullen. Dat vind ik goed. Want ik heb nu. Het is fucking koud, ik ga sokken pakken. Kut. Gelukkig ging dat ding niet af. Zo. Die. Godverdomme. Zo zetten. Hier hoort dat licht zo aan. Zo maar, fucking kootje. Oh kut, fuck, het gaat een blikje. Gelukkig was het ook leeg. Dus dat scheelt. En we gaan even wat tv kijken. Roast Beef for Host. Ja, volgens mij is het 5. Ja, hier. Roast Beef for Host. En krijg je een appje van mijn rijinstructeur. Top. Oké, succes. Hij zegt van top, wat moet ik halen dan thuis gewoon? Ik zeg ja. Oké. Succes. Maar ja, kijk maar. Ik heb een rijden, jongens, mijn fucking rijinstructeur. Ik zat dat ik gewoon een fuck up heb. Ik zit de meeste rijinstructeur hebben er allemaal niet. Maar ik heb een van de motherfucking shots. Rijinstructeurs wat er bestaat. Daar kan je echt goed mee lachen. Maar ja. Het vak zelf al. Ik ga even sok aan doen. Ga ik helemaal even thuis zetten hier op. Zo. Maar ik heb gewoon echt fucking koud namelijk in bed altijd. Alsof het gewoon vries of zo. Het vriest niet, maar het is gewoon fucking koud. Daarom doe ik het altijd een sokken aan en een vestje aan. En dat is het vest wat ik altijd in bed aan doe. Overdag niet. Ah, stommetje. Schat. Ja, je bent lief, hè. Ja, je bent lief. 1, 2. Kijk, hè. 1, 2. Rambo, hallo? Hallo? Ga maar. Hallo? Nee? Ja, dan niet dat. Oeh. Ligt hier al uit. Hup. Godverdomme, daar schrak af. Oké. Deur dicht. Braaf. Kabel leggen we daar van de camera aan. Ik heb gewoon nog steeds niet gezocht voor die fucking kabel, hè. Ik heb ook fucking weinig tijd. Ik moet ook dus gaan werken, ook nog leren van theorie. Ik was pas rond. Even kijken. Half uur thuis, kost voor violeren, een half uurtje. Nee, ik moet 7 uur leren. Oh fuck je, 7 uur. Kort of 4 leren tot. 7 uur leren. Kort of even stoppen. Verzorgen en als de bus gepakt. En het is fucking leuk, bro's, bijvoorbeeld. Ik ga gewoon even verder kijken, maar het was wel, moet ik gaan leren, heb ik nog een uurtje geleerd over wat video's bekeken, video's geüpload en al die shit. En
Ja, dan ga je snel verder kijken. Check jullie zo meteen weer een reclame. Dus ik zeg tot in de reclame. Later. Ja, dat was lollig om te kijken hoor. Check eens daar. Maar Boris is voice is fucking te grappig. In welke provincie zijn ze het grootst geschapen? In Noord-Holland? De nationale sekstest. Waar zijn de mannen het grootst geschapen? Schapen. Uit de fucking no. Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen of Friesland. Moet ik te weten. Maar was die soort Chinees. Die had seks met een soort collega, moet ik zeggen. Werknemer. En komt de vriendin van hem, hè. Komt dan binnen, gooit ze maakt en al die shit. Is gewoon laat van de reclames, hè. Voor de reclames dan. En komt de broer van hem binnen. Gaan ze ruzie maken van... Ja, luister, Anna heeft net uitgemaakt en zo. Zeg, Rose Beast Rose. Ja, fuck you met je kut Rose Beast Rose. Fuck you, man. Komt zo'n klant die aan de kast had. Hey man, ik kan je lol zien. Dik schamer en alles. Dat is echt fucking geniaal. Nou, je moet toch wat doen, hè. Je moet toch wat kijken hebben. Hoe dat duurt trouwens. Eens kijken, dat duurt tot... 20 over 10. Maar dat kan natuurlijk bij elk voordeelmenu. Zo fucking moe, hè. Gaan zo ze morgen nog terugkijken, hè, vrijdag. Maar ja. Het is sowieso koud, ik ga proberen te slapen. Vond je deze video leuk? Ram de keihard op het like nog. Abonneer voor meer. En ik zeg tot de volgende keer. Bye bye.